Mijn werkzaamheden zijn voornamelijk in productie. Dus het bestukken van de PCB's, de printplaatjes. Insteken van de componenten. Deze worden vervolgens geëxplodeerd door de machine of met de hand. En het testen en programmeren. En het inpakken. Wij maken klantspecifieke maatoplossingen in elektronica. Dus die ontwerpen wij samen met de klant hier. En het hele productieproces doen wij hier binnen. Dit is een van de producten die we maken. De Vacuvita, een vacuumeerbox om je eten langer in te kunnen behouden. Door middel van vacuum blijft je eten langer goed. Ik moet zeggen, ik ben heel erg tevreden over Sean. Hij is pas sinds korte tijd hier bezig, maar doet al veel dingen zelfstandig en levert veel dingen ook goed op. Wat ik nog moeilijk vind in productie is het draaien of het plaatsen van microcontrollers. Deze zijn heel klein, het is toch een precisiewerk. Dan zie je dat het pootje niet helemaal, denk ik, gesoldeerd is. Aan het begin was het even wennen, omdat ik niet bekend was in de wereld van deze techniek. En nadat ik eerst een mechatronica-opleiding had afgerond, denk ik van ja, dan wil ik eigenlijk meer de elektronica kant op. En dan was dit een goede stap. Wat je nodig hebt om hier te kunnen werken is zeker leergierigheid. Het is heel belangrijk dat je zelf geïnteresseerd bent in hetgeen wat je doet. Motivatie is ook erg belangrijk. We proberen hoge kwaliteit te stellen aan onze producten. Het leuke aan dit vak en deze opleiding vind ik het elektrotechnische gedeelte eraan. Maar dan het fijne werk, dat ik niet gewend was. Dat ik onder een microscoop kan kijken of er sluitingen zitten. Of een component vervangen. Op een toch al precisiegebied. Dat interesseert mij heel erg. Tot nu toe ben ik tevreden met alles wat ik heb afgeleverd. Dus ik heb het goed getest, goed ingepakt. En ik heb nog geen klachten gehoord, dus ik ben voorlopig tevreden. Van het werk Magnifies bij Allplek Technologies. Woehoe!